Het is weer tijd voor een update van mijn vermogen en mijn beleggingen. De laatste video die ik daarover maakte is alweer drie maanden geleden. Het was zelfs de laatste video van 2019. Dat was dus een terugblik op dat jaar. Maar het is dus weer tijd voor een update wat betreft mijn vermogen en mijn beleggingen. En ook in deze video gaan we dus daar naar kijken. Natuurlijk gaan we kijken naar mijn vermogen. We zoomen daarbij in op twee aparte onderdelen. Ten eerste Bank Forward. Het platform, de broker waar ik mijn geld laat beleggen. Dus heel veel mensen waren geïnteresseerd van... Hoe is dat nou gegaan de laatste tijd tijdens de crisis? Hoe is ja, die portefeuille, hoe heeft die zich ontwikkeld? En vervolgens gaan we ook kijken naar de Giro, de broker waar ik natuurlijk het meeste gebruik van maak, waar het meeste geld van mij staat. Welke aankopen had ik? Welke posities had ik? Heb ik nog posities bijgekocht de laatste paar maanden? En hoe denk ik erover over de toekomst? Welke ontwikkelingen komen er misschien nog? En hoe ga ik daarop reageren? Dat hoop ik ook in deze video te vertellen. Genoeg informatie dus weer, dus laten we snel beginnen. We zitten nu op de computer en ik deel dus mijn scherm met jullie. En dit is het bestand waar ik bijhoud hoe het gaat met mijn budget en eigenlijk dus ook mijn vermogen. Dit is het overzicht van dit jaar. Mensen die hem al vaker uh, ja, deze video's bijhouden, die weten hoe het werkt. Even kort zal ik het zeggen. Aan het begin van het jaar vul ik kolom B in. Dan ga ik eigenlijk elke week, of probeer ik in ieder geval, maar tegenwoordig is dat niet altijd meer. In ieder geval regelmatig vul ik dan de volgende kolom in totdat we de datum bereiken die daarboven staat. Dus zeg maar anderhalve week geleden. Op dat moment vul ik dat voor de laatste keer in en dan gaan we weer door naar de kolom, de volgende kolom in dit geval kolom D. Dus hier staat de laatste informatie in. Hier vullen we net zo lang actuele gegevens in totdat het 1 juli is. En aangezien het dus uh, nu de video komt uit op 13 april, heb ik deze als laatste ingevuld uh, afgelopen weekend en dit is dus de laatste informatie. Dus laten we ook naar deze kolom gaan kijken en kijken wat er veranderd is. Nou, we zien natuurlijk dat de bezittingen heel erg zijn toegenomen. Nou, waar komt dat dan vooral door? Nou, het grootste gedeelte zit dus in mijn huis, waar ik voorheen nog 240.000 euro had uh, ingevuld. En wat, een beetje, ja, wat ik toen ook al eerder aangaf dat dat lager was dan wat het echt waard was. Heb ik nu mijn huis laten taxeren, dus ik weet ook dat het 275.000 euro is. Er is zelfs een, ja, ik heb mijn huis verkocht, zelfs in dit geval, of tenminste onder voorbehoud. Dus um, ja, er gaan heel veel dingen gebeuren. Daarover later natuurlijk nog meer. Maar aangezien dus nu iemand 225.000 euro over heeft voor mijn huis... is dat het bedrag wat ik heb ingevuld. En dat zorgt natuurlijk voor de grootste stijging. Mijn auto neemt 500 euro af per kwartaal. Inrichting laat ik altijd hetzelfde. Maar ook een grote stijging bij het eigen vermogen bij mijn eenmanszaak. Alle inkomsten die onder andere uit YouTube, uit mijn website en dat soort dingen... die komen hieronder. Ja, het waren gewoon heel erg goede maanden de laatste tijd... Um, hou wel rekening mee dat volgens mij hier nog wel belastingen af moeten. BTW is er al wel uit, maar belastingen. Dus ik zal niet al deze vermogenstijging overhouden. Maar dit is in ieder geval hoe het er op dit moment voor staat. Dan zien we dus een best wel grote stijging van zo'n 50.000 euro, zoals ik het snel zie. zo. Kijk bijvoorbeeld dan weer naar mijn Rabo betaalrekening. Iets afgenomen. Rabo spaarrekening zal de komende tijd iets toenemen. Dit dus is trouwens nog met 1 april. Dus we moeten eigenlijk ook nog. Vergelijken met de kolom daarvoor. En als je dus vergelijkt met die eerste kolom, dan is het sinds begin dit jaar al bijna verdubbeld wat ik aan geld op de bank heb staan. In ieder geval gaan we nou iets verder naar beneden. Dan komen we dus bij mijn beleggingen aan. De eerste die ik heb is Bing. Bing Forward dus. Vroeger heette dat Prittl toen ik begon. Uh, hier zien we, ja, die stond in het begin van het jaar. Stond ik er daar beter voor? Maar inmiddels zien we ook weer dat ik uh, ja, de laatste week, de eerste. 10 dagen zeg maar, van april hebben we in ieder geval weer een stijging gehad als je zo gaat kijken. Dat zien we eigenlijk ook terugkomen bij uh, de Giro. Ja, zoals gezegd veruit mijn grootste positie wat betreft brokers. in uh, dit geval bijna 31.000 euro. Hier gaan we dus ook straks verder op inzoomen. Kijken we gewoon even verder. Peaks een beetje hetzelfde. Uh, Brand New Day ook hetzelfde. FedEx. Zolang ik het nog ga gebruiken. Want het wordt natuurlijk een stuk minder interessant. Ze gaan transactiekosten invoeren vanaf 1 juni. Over daarover komt natuurlijk ook later nog een video. Bucks en Sammy. Ja, uiteindelijk hebben we dan op dit moment dus zo'n 52.500 euro geïnvesteerd. In ieder geval in aandelen. Want we hebben ook nog een stukje in cryptocurrency zitten. Wat op dit moment net geen 4.000 euro waard is. Kijken we dan vervolgens nog naar de schulden. Die zijn natuurlijk iets afgenomen. Het heeft ermee te maken dat ik natuurlijk elke maand mijn hypotheek betaal. Daar zit een stukje aflossing in. De starterslening die ik je had. Lost ook elke maand een klein beetje op afgelost. Hetzelfde geldt voor mijn studieschuld. Ook daar gaat elke maand 100 euro van af. Los ik van af. Waardoor je uiteindelijk het eigen vermogen hebt. En het eigen vermogen is dus de bezittingen die we hierboven hadden. Zeg maar 409.000 euro min de schulden die ik heb. 152,5. Laten we het even afronden. Kom je uit dus op een eigen vermogen van 256.512 euro. Waarvan overwaarde van mijn huis 123.500 euro. En vergeleken met 1 januari toen ik nog 180.000 euro was. Zijn we er nu dus 42% op vooruit gegaan al in de, in de eerste vier maanden. Heeft natuurlijk heel veel afhankelijk is dat van mijn huis, wat hoger getaxeerd is, maar ja, het is toch wel weer een leuk vermogen als je het zo ziet. En als we dan gaan kijken naar de laatste kolom wat ik verwacht voor eind 2020, dan komen we op 285.000 euro uit, wat bijna 60% toename zou zijn sinds het begin van het jaar. Dus ja, laten we dat hopen in ieder geval natuurlijk, dat dat ook echt de waarheid gaat worden. Um, ik probeer het in ieder geval wel zo realistisch mogelijk in te vullen. Maar ja, we zijn natuurlijk voor een heel groot gedeelte ook afhankelijk van wat er op de beurs gaat gebeuren. Dus het is zeker niet zeker dat het uh, op die manier gaat eindigen. Maar ja, wel een voorspelling. Ook een beetje de hoop, dus zoals ik zeg. Maar ja, daar hebben we ook deze update elke drie maanden voor. Dat ik op deze manier jullie bij kan praten om te laten zien wat er gebeurt. En vooral ook waarom dingen gebeuren en hoe ik daarop inspeel. Maar zoals gezegd, wilde ik in deze video dus ook inzoomen op twee posities. En dat zijn natuurlijk. Aan de ene kant de grootste posities wat betreft beleggingen. Maar aan de ene kant is dat Bing Forward, omdat ik mijn geld daar laat beleggen. Dus ik maak alleen geld over en zij bepalen hoe ze het gaan investeren op basis van een profiel. Wat ik heb vastgesteld door middel van wat vragen beantwoorden. En de Giro is natuurlijk degene, de grootste. Maar waar ik wel alles zelf bepaal hoe ik het ga beleggen. Dus laten we vooral even gaan kijken naar het eerste. Bing Forward, zoals gezegd. En daar zien we dus die 14.322 euro. Ik maak elke maand uh, automatisch 300 euro over. Dat zien we hier trouwens ook terugkomen. De elke tiende van de maand. Nou, die van de tien, vier is nog niet verwerkt. Maar dat heeft denk ik te maken met Goede Vrijdag, dat de banken gesloten waren. Maar we zien hier eigenlijk wel sinds het begin, sinds oktober 2016 toen ik begon, hoe het is verlopen. Hier hebben we een beetje die dip uh, eind 2018. Ja, dit was misschien wel het hoogste punt dus wat ik had, uh, eind 2019. In maart hadden we natuurlijk te maken met die crisis, dus laten we ook vooral even verder inzoomen hierop. En dan zien we hier eigenlijk het een beetje beter. De blauwe lijn is degene wat ik inleg. Het ja, gaat gewoon mooi stapsgewijs elke maand. 300 euro, de groene lijn is hoeveel het toen waard was. Het ging dus heel erg goed tot 19 februari. Ik denk het hoogste punt, iets meer dan 17.000 euro. Toen zakt het echt in een maand tijd zeg maar, in naar 12.000 euro, dus daar verloren we behoorlijk wat. En nu hebben we best wel weer een, een herstel gehad. Een herstel wat ik vind dat niet zo hard had moeten gaan. Als je kijkt naar het nieuws, wat vooral nog negatief is... en ik denk dat er heel veel negativiteit gaat komen... vind ik het raar dat de koers zo reageert. Maar dat heeft vooral te maken met dat bijvoorbeeld de Federal Reserve... of de ECB in Europa heel veel geld beschikbaar stelt. Maar laten we daar niet te veel op ingaan. Laten we gewoon even iets verder inzoomen in die laatste drie maanden. Dan zien we het ook echt een stuk beter de keren dat ik geld bijstortte, ja, totdat het dus begin maart was... en toen was heel mijn winst eigenlijk weg. En toen lag voortaan het bedrag wat ik had ingelegd hoger dan wat het op dat moment waard was. Inmiddels zitten we er weer net boven, maar ik verwacht zoals gezegd... wel dat we weer op korte termijn in ieder geval eronder zullen duiken... om vervolgens op lange termijn natuurlijk wel weer ja, te profiteren uiteindelijk. En alles komt vast al weer goed, heeft alleen even tijd nodig. Dat zien we natuurlijk ook terugkomen in het rendement dat ik de laatste tijd heb gemaakt... Als je kijkt naar de laatste maand, sta ik eigenlijk alweer positief op de laatste week. Langere periode sta ik gewoon negatief. Maar eigenlijk sinds het begin heb ik nog steeds dus 2% rendement gemaakt. En het kan natuurlijk zo zijn dat Bing Forward anders reageert. Of het is logisch dat Bing Forward zelfs anders reageert. dan mijn portefeuille bij de Giro. Omdat ik bij de Giro wat meer um, actiever, wat offensiever ben. En hier zit standaard natuurlijk al een beetje obligaties in. Um, langlopende en kortlopende, wat zo'n 10% is. Ja, wat betreft mijn looptijd hoeft dat niet per se, maar ja, dat is nou eenmaal het meest offensieve. Heeft altijd nog 10% obligaties. Ook een stukje vastgoed, maar ja, ook daar heb, uh, tijdens de crisis heeft vastgoed natuurlijk gewoon heel veel last daarvan. Zeker wanneer winkelhuren niet betaald gaan worden. En als we gaan kijken, een heel groot gedeelte zit ten eerste in Amerika... Maar ook vervolgens in commercieel, wat dus winkels zullen zijn. De helft daarvan zit dus gewoon in vastgoed daar geïnvesteerd. Dus dat zal ook echt niet goed gaan. En het overgrote deel, dus zeg maar 85%, zit in aandelen. Waarvan ook weer het grootste gedeelte in Noord-Amerika, zoals de wereldeconomie verspreid is. Europa, maar natuurlijk heel de economie heeft er last van van deze crisis. Dus ja, ook uh, maakt eigenlijk niet uit hoe je verspreid bent, denk ik, op dit moment. Maar elk land, elk continent heeft er gewoon last van. En hieronder zien we trouwens ook de waardeontwikkeling. Op dit moment is het dus iets meer dan 14.000 euro waard. Ik heb in totaal dit bedrag gestort, oftewel 162 euro in de plus, sinds een 3,5 jaar geleden. Ja, dat was dus een stuk meer, de, uit mijn hoofd zo'n 3.000 euro meer. Maar ja, dat is nu helemaal niet, niet anders op dit moment. Als je nog even geïnteresseerd bent in de beleggingen, hoe die verdeeld zijn. Dus we zagen 85% aandelen. Nou, die verdeling zit dus op de volgende manier: een heel groot gedeelte zit in de uh, SP 500, in het North America Fund. Um, ja, zet even de video stil als je precies al weet hoe de verdeling zit. Ik zal ook even de obligaties, het vastgoed en de kortlopende obligaties laten zien. En als je nou zelf nog wil gaan beginnen met beleggen, of je wilt eigenlijk je geld laten beleggen, bijvoorbeeld door Binkforward, dan zal ik onder deze video link plaatsen naar Bing Forward, zodat je jezelf daar aan kunt melden. Maar laten we dan weer terug gaan naar de computer en doorgaan met mijn volgende portefeuille. En dat is dus degene bij de Giro. En op dit moment bij de Giro heb ik dus net geen 31.000 euro in mijn account zitten. De dagtotaal stond in de min. Maar op het totale bedrag sta ik nog steeds bijna 8.000 euro in de plus. Dus dat is. Op zich wel, ja, best wel goed, natuurlijk. Want zelfs in deze tijden is dat gewoon mooi om te zien. Laten we ook vooral even gaan kijken hoe mijn portefeuille er dan uitziet. Um, dan zien we hier eigenlijk al mijn posities staan. En waar ik op dit moment even kort op in wil gaan, is natuurlijk het totale winst en verlies. Dat is deze kolom, sinds dat ik het dus heb gekocht. En dan zien we hier eigenlijk de bedragen. En hier zien we eigenlijk de ongerealiseerde winst en verlies terugkomen. Um, laten we het trouwens gewoon even. Alfabetisch staan en hier zie ik ook de percentages. Dus kijken we bijvoorbeeld naar Alve. Daar heb ik uh, bijna 14 stak in de plus. Het aandeel is op dit moment 25,20 euro waard, de koers. Maar mijn gemiddelde aankoopprijs ligt op 22,13 euro. Dus per aandeel zit ik zo'n 3,07 euro in de plus. Nou, dat keer 54 aandelen. Kom je tot dit bedrag? En zie je dat ik eigenlijk dus bij alles nog steeds in de plus sta op een paar posities. Uh, van Eck, real estate, best mijn, ik wou zeggen grootste positie in de min, maar ik zie hier Beyond Meat nog verder in de min staan met 28,5% of 28,65%. Dus zoals gezegd, de real estate wat gewoon heel erg harde klappen heeft gekregen en ook het All World Fonds staat nog in de min. Um, ja, blijkbaar heb ik het niet op de juiste momenten gekocht, uh, maar ja, oké, okay, uh, ook dat is weer iets voor de lange termijn, dus dat komt allemaal nog wel goed... Kijken we natuurlijk tegelijkertijd waarom sta ik zoveel in de plus. Bijna die 8000 euro zoals we hierboven zien. Nou, dat komt gewoon omdat Tesla mijn grootste positie is. Op dit moment bijna 16.000 euro waard. Waarvan dus 73, uh, 7400 euro in de plus staan. Oftewel bijna 90% in de plus. Ja, ik heb mijn gemiddelde aankoopprijs inmiddels iets verhoogd. 3, uh, 315. Die lag zelfs in het begin. Onder de 300. Maar toen had ik nog 25 aandelen. Inmiddels heb ik er 30. Ik heb de laatste tijd een paar aandelen bijgekocht. Maar ja, omdat de koers hoger is, gaat natuurlijk automatisch mijn gemiddelde aankoopprijs ook omhoog. En juist ook van de Giro heb ik mijn portefeuille van de laatste 10 weken ongeveer, of iets langer, in een sheet gezet. zodat we goed kunnen zien ja, hoe de ontwikkelingen waren. Dus pakken we die even erbij. Dan de vermogensontwikkelingen. Gaan we even terug. Ik zal even kort uitleggen. Uh, hierboven zien we telkens de datum waarover het gaat. In deze kolom staan dan um, de aantal aandelen dat ik op dat moment heb, met de waarde die het op dat moment had. Waarbij dit dus het totaalbedrag is op dat moment. En hier links zien we of we cash hadden, zeg maar de vrije ruimte. Misschien wel mooier om te zeggen, vrije ruimte. Um, en vervolgens alle aandelen. Zo zien we dat bijvoorbeeld uh, eind, eind januari had ik nog geen Basic Fit. Eind januari had ik ook nog geen Lodges. Maar gaan we dan dus een week verder kijken, dan is er dit veranderd. Ik heb... Aandelen al voorbij gekocht. We zien van 14 naar 36. Dus dat verklaart de stijging in waarde van dat, uh, van dat aandeel. Um, eigenlijk op dat moment staat eigenlijk alles wel goed. Uh, zoals we zien. Beyond Meat had een heel erg goede week. Tesla deed het heel erg goed. Nog zo uh, begin uh, februari. En eigenlijk mijn hele positie daar natuurlijk door. Omdat Tesla de grootste gedeelte was. Gewoon bijna 48% geplust in een week. Wat dan weer neerkomt op. Uh, bijna 9400 euro, nou, 500 euro heb ik daarvan, uh, komt omdat ik geld heb gestort, en dus aandelen heb gekocht, in dit geval alfen, dus als we dat eigenlijk afhalen van de winst, omdat ik er eigenlijk geld bij heb gedaan, kom ik op 8880 euro in de plus in die week, gaan we alweer naar de volgende week, ja, ik ga niet elke keer alles uitleggen, um, je kunt zelf de percentages zien, ik ga alleen even in, je ziet dat ik op dat moment, zes aandelen van VWRL heb bijgekocht, ja, het is eigenlijk iets wat ik niet vaak genoeg doe. eigenlijk, ik, Heel vaak komt het er toch op neer dat ik losse aandelen koop. En VWRL een beetje vergeten, terwijl ik het wel zo vaak aanraad in mijn video's. Dus zeker de laatste tijd ben ik er bezig om zelf ook weer iets te kopen. We zien hier ook de posities die week gaan 6% in de plus. Wat uiteindelijk 1200 euro betekent. Een week verder weer. Niks bijgekocht die week, toch 8% in de plus. Dit is eigenlijk die week, we zien dat we een klein beetje wat dalingen beginnen te krijgen. Want dat was dus rond de 19e februari dat de crisis ja, echt merkbaar werd op de, op, de, op de beurs. Eigenlijk had ik hier gewoon in de min moeten staan. Maar ja, Tesla weer natuurlijk, die houdt het door uh, dus een goede week weer in de plus. Ja, gaan we dan weer een week verder, een week waar we dus echt een volle week alweer in een crisis zaten. We zien ook het totaalbedrag is zelfs met 16% gedaald. En juist dat was een moment dat de koersen best wel flink onderuit gingen... en dat ik dus ging profiteren. Um, als we gaan kijken, ik heb zo'n 2240 euro geïnvesteerd die week... waarin, nou dat was weer in alfen, um, zo te zien 18 aandelen erbij... Basic Fit heb ik die week de eerste 20 aandelen gekocht. Dat had ik eerder in een video behandeld, interessante aandelen. En ik vond dat het op dat moment het juiste moment was om in ieder geval te profiteren van die koersdaling. Ik had Facebook heb ik uitgebreid. Um, ja, ik dacht dat het niet zo getroffen zou worden door de crisis. Maar nu de aandelenkoersen uh, dalen, uh, of moet ik eigenlijk zeggen, nu de advertentie veel minder is natuurlijk. Niet veel bedrijven adverteren meer, daar ligt de prioriteit niet. Dalen de inkomsten voor Facebook ook. En helaas is dus ook het aandeel. Maar ja, wel weer iets om mooi uit te breiden in deze tijd. Is waarschijnlijk ook de enige reden dat we die week hoger staan. Dat ik gewoon twee aandelen heb bijgekocht. En dus ook weer VWRL, 10 aandelen erbij. Zoals gezegd, ik wil liever meer VWRL hebben. Nou, die week gaan we dus eigenlijk iets meer dan 5000 euro minder dan de week ervoor. Wat betreft belegd vermogen. Maar omdat we 2200 euro bij hadden gestort, aandelen hadden gekocht. Had ik eigenlijk die week een verlies van bijna 7400 euro. Ja, dat is wel even minder om te zien. Gaan we dan weer een week verder. De beurs op zich stijgt. Ook geen moment voor mij om dus aandelen te kopen. We zien dat alles nog hetzelfde is met die week ervoor. Een week waarin ik weer 1500 euro in de plus sta. Begin maart hadden we dus dat. Een week later toch weer aandelen bijgekocht. In totaal weer bijna voor 2000 euro. Wat kocht ik bij? Eén aandeel van Tesla. Het ging toen net. Ja. Ging wat omlaag, maar toch uiteindelijk niet op het diepste punt kunnen kopen. Zo blijkt maar weer hoe moeilijk de markt timen is. En weer VWRL 10 aandelen erbij. Dat ik in ieder geval alweer, ja, zoals gezegd, nog meer positie heb uitgebreid daarin. Bijna dus weer 3000 euro in de min, oftewel 10% van mijn portefeuille toen. En nog wat geld bijgestort. Dus dat was weer een verlies van 4800 euro in één week. De week erop hadden we weer een verlies, 4100 euro dit keer, een kleine aankoop gedaan. Dat was dat de koersen van Basic Fit nog verder naar beneden gingen. Dus mijn positie van 20 naar 40 aandelen uitgebreid. Het is niet een heel groot bedrag zoals je ziet, maar ja, toch weer een leuke uitbreiding, De week erop heb ik hetzelfde weer gedaan, alleen toen nog een keer verdubbeld. Dus we gingen eerst van 20 verdubbeld naar 40, vervolgens 40 verdubbeld naar 80 aandelen op dit moment van Basic Fit. En dat was ook weer een goede week zoals je kunt zien. Bijna alles staat in de plus op Facebook na. Um, 11% is in totaal in mijn portefeuille. Ik heb een klein beetje 460 euro uh, geïnvesteerd. Dat is de portefeuille erop vooruit gegaan. Oftewel in dus een uh, winst van bijna 2100 euro die week. Kijken we nog nog goede iets meer langer dan een week geleden inmiddels. Um, heb ik weer Tesla bijgekocht. Zoals je ziet ik had eerst 26 aandelen. Ja steeds meer als ik over Tesla kijk. Binnenkort komt de Battery Day. Battery Investor Day. Daar komt meer informatie waarschijnlijk binnenkort. Het ziet er allemaal wel goed uit. Ook als je gaat kijken naar de verkopen. We weten inmiddels dat Tesla... Veel meer heeft verkocht dan vier kwartalen geleden. Het eerste kwartaal dus van 2019. Terwijl eigenlijk alle autofabrikanten moeite hebben en grote uh, afnames zien. Heeft Tesla juist weer een stijging laten zien. Dus ik probeer mijn positie van Tesla telkens uit te breiden. Liever zie ik natuurlijk lagere koersen. Uh, maar ja, nu nog steeds mijn grootste positie. Aan de ene kant is dat niet zo heel fijn. Maar aangezien ik er steeds meer in geloof. En ook iets meer geld heb om te beleggen. Wil ik het risico wel aan? En probeer ik dus de komende tijd. wanneer ik verwacht dat de koersen gaan dalen. mijn positie uiteindelijk uit te breiden naar zo'n 50 aandelen. probeer ik in ieder geval. En wederom dus een week waar ik hoger uitkom. wat betreft belegvermogen. al komt dat natuurlijk vanwege de investering in Tesla. want die was hoger dan dat ik er echt op vooruit ging. En dan komen we eigenlijk aan bij afgelopen vrijdag, was volgens mij de tiende. Uh, sommige beurzen waren dicht, maar dit waren in ieder geval de actuele. Koersen en informatie op dat moment geen aankopen gedaan. Afgelopen week was zo'n week dat de beurs echt hard omhoog gingen. Uh, record uh, werkeloosheid in Amerika. Maar ja, tegelijkertijd kwam de Federal Reserve met nog eens 2300 miljard die ze de economie in willen pompen. Ja, heel raar beeld. Als je ziet hoeveel mensen werkeloos zijn, hoe slecht het gaat met economieën in Frankrijk, Spanje en dus de VS. terwijl. In een week tijd mijn portefeuille gewoon met 16% stijgt. Dus echt niet het juiste moment, lijkt mij tenminste, om aandelen te kopen. Het is nu alles wordt kunstmatig hoog gehouden. Um, en het is dus, ja, zoals gezegd, aangezien de prijzen dus kunstmatig hoog zijn gehouden, is het voor mij geen moment om nu van nu bij te kopen. Ik verwacht op de korte termijn. Volgende week komen de eerste kwartaalcijfers van Q1. Dus uh, ja, daar zullen bedrijven al waarschijnlijk een resultaten gaan krijgen, zullen alvast waarschuwingen gaan geven voor het tweede kwartaal. Nou, dat zal er alleen maar voor gaan zorgen dat de koersen gaan dalen. En juist in het tweede kwartaal probeer ik dan volop bij te kopen en mijn posities uit te breiden. En als ik dan in de komende maanden bij wil gaan kopen, zal dat ten eerste gewoon in VWRL zijn, dus het Vanguard All World Fonds. Gewoon in de hele economie, want zoals gezegd, ik vind nog steeds dat het procentueel gezien eigenlijk. Te klein is vergeleken met zeker met aandelen zoals Tesla, wel wat meer risico is. Maar zeker ook bij Tesla wil ik bijkopen. Zoals gezegd, ik streef naar 50 aandelen. Ik weet niet of het gaat lukken, hangt af van de koers wat ik de komende tijd verdien en kan inleggen. En hoe ik het natuurlijk zie, ontwikkeling zie gaan. Ga ik meer geloven in Tesla of neemt het misschien wat af? Is de koers te hoog? Ja, dat is een beetje afwachten natuurlijk. Um, Prologes is nog wel steeds iets wat betreft vastgoed waar ik in geloof. Maar ik heb eerder al Adifica behandeld. Uh, zorgvastgoed. Daar denk ik dat op dit moment, als de prijzen beter zijn, dat daar mijn voorkeur naar uitgaat. Vervolgens houd ik ook nog steeds rekening met Facebook. Op dit moment kunnen die best wel hard getroffen worden. vanwege de advertentietarieven, uitgaves die er zijn. Ik merk dat zelf ook op YouTube. Sinds een maand geleden, anderhalve maand, zijn daar gewoon de de prijzen die adverteerders betalen gehalveerd. Nou ja, daar hangt natuurlijk... Facebook hangt gewoon helemaal samen vanuit advertenties. Als, er, als daar de prijzen gaan dalen... is dat natuurlijk wel heel erg interessant om bij te kopen... omdat dat op de lange termijn wel weer herstelt... en Facebook dan echt een heel erg waardevol bedrijf is... met veel winst maakt daarop. Basic fit heb ik natuurlijk heel erg uitgebreid... Uh, maar ik ga denk ik niet verder uitbreiden. Uh, het is gewoon nog een beetje te onzeker... zeker wel, zolang we niet weten hoe lang dit doorgaat, hoe lang clubs gesloten blijven, is het op zich best wel een risico. Ik geloof zeker in het bedrijf, maar um, ja, 80 aandelen met bijna 1500 euro vind ik in ieder geval voor de korte termijn een goede positie, totdat, zeker, totdat er meer informatie komt over hoe het verder gaat. Voor, voor meer zekerheid krijgen is het in ieder geval een aandeel wat ik niet bij ga kopen. En eigenlijk geldt hetzelfde als ja, voor de rest van de aandelen. Natuurlijk... Apple is altijd interessant. Visa is interessant wat betreft betalingen. Het zijn heel erg goede aandelen. Ik heb er niet zo heel veel van. Maar het hangt een beetje af wat de andere aandelen doen. Het zijn natuurlijk heel erg aparte tijden die we de komende tijd kunnen gaan zien. Um, ja, het is dus een beetje afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Welke bedrijven, hoe die daarop gaan reageren. Want bij het ene bedrijf zal er anders op reageren dan bij het andere bedrijf. Afhankelijk daarvan ga ik natuurlijk beslissingen maken. Het is niet zo dat ik per se zoek naar bedrijven waar ik nu nog geen aandelen van heb. Al zal er best wel interessante aandelen voorbij komen. Zal ik vast veel willen behandelen elke, elke maand in een video. Maar ik probeer in ieder geval op dit moment zoveel mogelijk te houden bij deze aandelen die ik al heb. Omdat ik daar de informatie van weet. Ik weet hoe de bedrijven op dit moment zijn. Dus gaat er iets veranderen, kan ik snel daar een beslissing over maken. En probeer ik in ieder geval mijn posities niet te veel uit te breiden. Dat ik in ieder geval het overzicht nog steeds houd. En tot zover dus deze update van mijn vermogen en mijn belegging. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Dat je wat hebt geleerd. Dat je weer een beetje je nieuwsgierigheid natuurlijk hebt kunnen bevredigen eigenlijk. Dat je een beetje ziet hoe het met mij gaat. Ook ik heb last van deze crisis. Op bepaalde momenten veel meer dan andere momenten. Maar ja, ik geloof nog steeds in de lange termijn. En dat is waar ik me nog steeds op focus. Is ook. En als je zo gaat kijken, natuurlijk, mijn bezittingen zijn met 75.000 euro toegenomen op papier in ieder geval. Maar ja, dat heeft dus te maken met de verkoop van mijn huis. Ook daar komt nog later veel meer informatie. Want natuurlijk hebben we alweer een nieuw huis gekocht gaan heel wat ontwikkelingen, heel veel zaken, dingen die ik tegenkom, dingen die ik daar leer wat betreft hypotheken, ga ik ook zeker nog behandelen op dit kanaal. Dus zijn dat onderwerpen die, die je ook leuk vindt, waar je ook dingen over wilt zien, klik dan even onderop abonneren. Dan mis je nooit meer een video daarover. En heb je zelf nog opmerkingen of suggesties of dat soort dingen, laat ze in ieder geval weten in de reacties onder deze video. Vond je dit nou een leuke video, geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En deze video wordt natuurlijk meer aangeraden op YouTube, waardoor meer mensen deze video te zien krijgen. En op die manier help je ook het kanaal. En tot zover, dus deze video. Bedankt voor het kijken en hoop ik je graag in de volgende video terug te zien.